leuk, hè? Ja, dit is Mike Woodstock. Leuk. Ja, dit is ik heb altijd al Beach Boy willen zijn, dat ben ik geweest. En ik dat heb deed altijd je heel al goed ook. In de band willen spelen en dat ga ik nou ook doen, hè? Ik ben voor het eerst benieuwd, Thomas. Nou, daar ben ik ook wel benieuwd ja, naar. Ja, ik ook. Ik hoop dat jij bij mij echt een gevoelige slag gaat maken, hoor. Ik hoop het. Reken er maar op. Ja? Nou, laat maar zien dan, meneer Verhoef. Okay, bizar, hè? Nou, even een rondje lopen. Wist jij dit? Ja, nee, ik wist het niet. Hij kan klussen, hij is gevoelig. Wat een man. Maar wat is hier ongelooflijk veel gebeurd? Ja, niet we hebben echt met z'n allen een heleboel schoongemaakt, aangeplant. Ik heb nog nooit vaker zoveel plantjes gezien bij eigen huis en tuin. Leuk, hè? Te gek. En je schatkist natuurlijk. En de schatkist gemaakt. Ja, nu dus, is het ook zo dat al het speelgoed wat hierin zit, dat mogen de kinderen ook houden gewoon. Dus dan kunnen ze lekker voortaan allemaal mee spelen. I spend my time waiting on the cool. How can I tell you, babe, my back's against the wall. By my side to tell me it's alright, 'cause I don't think I can take anymore. Oh, is this love that I'm feeling? En in het kader van was dat het nou? Nee, dat is het nog steeds niet. Want we gaan even de gevoelige kant op. We hebben namelijk een straat gedicht. Ik deed vanmorgen mijn ogen open. Ik dacht, wie zie ik nou allemaal lopen? Het was een toestand in de straat. Toestand? Ik keek even uit mijn raam naar beneden. Daar stonden wel 100 viooltjes, heel verlegen. Jongens, wat een feest hè in onze straat. RTL 4, het ziet er fantastisch uit. Het is heel erg fijn. Daar kan de gemeente jaloers op zijn. Vind ik ook. Nu wordt het donker, maar ze zijn nog niet klaar. Maar ze krijgen het vast wel voor elkaar. Nou, geweldig! Ja, kijk aan die moeilijke zangerakers, ook van de zangeres. We hebben een fantastische dag gehad hier in Scheveningen. En volgende week dan zijn we in Wilne. Is dus heel graag tot volgende week. Gevoelig viooltjes dan? Jij bent ook heel gevoelig met de viooltjes. Ja. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door